Ja, lieve kijkers. Dit keer zit ik in mijn bed van het logement hier in Yendi. Het is een beetje onze uitvalsbasis vanuit we steeds werken. Het is wel echt een stadje van niks. Het hotel stelt er eigenlijk niks voor. Er komt wat gedrup uit de douche. Er is geen wifi. Er is niks te doen in de stad. Dus het was toch wel een beetje saai. We hebben ook het weekend hier moeten blijven. Maar ik heb me geprobeerd te vermaken. Ik heb mijn laptop bij me en wat boeken, dus ik probeerde mezelf dan vooral aan boeken en dat soort dingen te wijden en niet aan allemaal domme films. Maar ik heb toch een paar leuke films kunnen kijken, zoals Youth van Paolo Sorrentino heet hij geloof ik. Maar ja, het is toch een beetje naargeestig vind ik. Ik droom ook veel, relatief veel nachtmerries. Gelukkig als je dan wakker wordt is het allemaal niet waar. En ik ben nog een dagje ziek geweest. Dus dan moet je echt op je tandvlees achter het gamingbureau zitten. Maar het is morgen eigenlijk weer voorbij. Dan gaan we weer naar de stad. Ja, we staan hier in de field. En de laatste Trist game en andere games zitten er nu eindelijk op. Dus daar ben ik wel blij mee. Op een gegeven moment gaat het je ook wel tegenstaan. Elke dag hetzelfde. Dus toch wel een gaaf gevoel. But wait, before you go, make I give you for the last and baby, tell me what you want, that you want it from the front. En om deze mooie reis nog af te sluiten ga ik op Koningsdag lekker naar de residentie van de ambassadeur in Accra om te feliciteren met zijn majesteit. En natuurlijk een bescheiden Nederlands biertje te doen. Ik heb ook alweer zin om naar huis te gaan. Mei en juni. Lekkere warme maanden in Nederland. Of tenminste zou dat moeten zijn. En het is ook al een tijdje geleden dat ik deze maanden in Nederland heb meegemaakt. 2 jaar namelijk. Dus ik heb ontzettend veel zin om terug te gaan. Maar ik ga hier nog even van genieten. Before you go, make I give you for the last and baby, tell me what you want. Do you want it from the front? Do you want it from the back and